Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bleefjes, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2014, met Bleefjes natuurlijk. En vandaag rijden we in een SLT Sprinter naar Baren, op de Midden-Nederland route. En laten we beginnen door de passagiers in te laten stappen. En even kijken of we meteen de koersborden goed kunnen zetten op Baren. Kijk, een Baren. Uppakee, daar gaan we namelijk naartoe. Even de frontzijde aan. Richting schakelaar gaat naar voren heen. Instrumentenlichtjes. Oh, dat zijn dus instrumentenlichtjes. Ah, deze zijn het. Dit is de cabine. Oeh, het is wel donker zo. Even kijken, cabine. Nou, dat is niet nodig op zich. Oké, dan kunnen we hier eventjes wachten. We stoppen ondertussen in Utrecht, Overvecht, Bilthoven, Den Dolder, Soest-Zuid, Soest-Soestdijk en vervolgens Baren. En we zullen zometeen mogen vertrekken om 9:05. Daar gaan de deuren. Zo. En dan kunnen we nu vertrekken naar onze eerste stop. Dat zal zijn Utrecht-Overvecht. Wel een beetje rustig aan doen natuurlijk met de snelheid. Waarschijnlijk zometeen nog even een wisseltje over, want we zitten natuurlijk nu wel op het verkeerde spoor. En daar komen twee intercities elkaar ook nog tegemoet. En dan mogen wij zometeen optrekken naar 80 km per uur. Zo. Welke intercity is het eigenlijk geweest die we daar zien? Dat is de intercity naar Amersfoort. Oké, dat kan. We mogen zometeen ook al optrekken richting de 100. Redden we dat nog? Ja, dat redden we nog. Dus we mogen gewoon gas blijven geven. En oh jezus, komt ook al zo'n DDZ ons tegemoet. Jongen, wat een feest zeg. En dan kunnen we natuurlijk weer mooi genieten van deze sprinter die gemaakt is door Chris Trains natuurlijk. Die momenteel ook bezig is met de versie van de Arriva, dacht ik. En ons volgende station zal dan zijn station Utrecht-Overvecht. En het volgende station is station Utrecht-Overvecht. Zijn we op tijd? Wow, we zijn zat op tijd eigenlijk. En zo openen we de deuren even in ieder geval. De passagiers kunnen hier in en uitstappen. Oh, heb ik er nou breed aangezet? Oh, wat stom zeg. Baar. Zo. Haha, dat zag ik nog even net op tijd. En ja, elke keer als we de route van... Welke route was het ook alweer? Oh ja. Van het Gooi Centraal reden. Gingen we altijd hier naartoe. Weet je nog? Dat was deze
ging je deze kant op richting Hollandse Rading, volgens mij. Oh, de bolgen staan er al wel eigenlijk. Dat valt me wel op. Waar zullen we eigenlijk helemaal heen gaan? Nou, nog momenteel geen eindbestemming, maar wat er nog niet is, kan altijd komen natuurlijk. Dus aan de front zijn er wel aan eigenlijk. Eventjes goed kijken. Ja, die staan zeker wel aan. Zeker wel. Het is wel een beetje donker buiten. Even kijken. Hierna zullen wij dus nog stoppen in Bilthoven, Den Dolder, Soest-Zuid, Soest en Soestdijk. We kunnen in ieder geval zometeen vertrekken als het goed is. Zullen we zometeen het vertreksignaal te horen krijgen. Ja. Even wachten tot de deuren volledig dicht zijn. En groen. Dames en heren, een hele goede morgen. Dit is uw conducteur Bjorn en welkom in deze stoptrein richting Baarn. Wij zullen ondertussen stoppen in Bilthoven, Den Dolder, Soest-Zuid, Soest en Soestdijk en als eindstation Baarn. Het NS-personeel wenst u een fijne rit toe. En ja, normaal gesproken zouden we dus eigenlijk richten als je naar Hilversum zou gaan, zou je daar de afslag moeten nemen. Maar ja, die hebben wij dus deze keer niet. Leuke kruising trouwens dit. Ik vind het wel een beetje een hele vreemde kruising, want dan kun je gewoon, ja, dan kunnen gewoon treinen elkaar tegemoet komen lijkt me. Ik weet nog niet precies hoe dat gaat. We kunnen nog even rustig in de passagiers aan zich kijken. Een mooie heuvel omhoog daar. Daar gaat de Intercity volgens mij overheen. Die gaat over de brug heen en dan komt die uiteindelijk op hetzelfde spoor uit. En dan zal ik straks het commentaar van de episode met de DDZ er ook nog eventjes bij pakken voor jullie. En dan kunnen we zometeen onze snelheid verhogen naar 140 km per uur. Zo. Gassen. Voor de mensen die straks al commentaar gaan leveren op het feit dat op deze route van die bugs zijn zitten, die op rood staan. En die dan volgens aangeven dat het sein op oranje staat en je moet 40 rijden. Of dat het sein op geel staat en je 40 moet rijden. Daar heb ik nou even echt de lak aan. Want die seinen staan hier allemaal zeer onterecht op oranje of wat dan ook. En ik heb geen zin om die tijden te verknaken door ervoor te zorgen dat, ja, je weet wel.
Dus om het tijdschema aan te houden, ga ik ervoor zorgen dat, ja, dat we in ieder geval gewoon door blijven rijden. Want zoals je ziet, dat sein daar in de verte staat op rood. En die zal ook op rood blijven staan, tenzij ik op tap druk. Dus ja, ik moet het maar even negeren voor nu. We hebben nu 4 bakken, dus ik ga even bij de 4 stoppen. Of rond de 4 stoppen, laten we het zo zeggen. En dan openen we even onze deuren natuurlijk weer voor de passagiers. We zijn goed op tijd in ieder geval. Ik zal ondertussen ook even de comments van de episode met de DDZ erbij pakken. Dat is op zich wel een goed idee om nou even te doen. Als ik nou toch stilstaan. Even kijken, uploads. Episode met DDZ. Even zorgen dat het geluid uitstaat. Eens eventjes kijken wat we allemaal hebben. Martijn van Gerben, heb je dit scenario ook zelf gemaakt? Dat zag er heel mooi origineel uit. Nee, helaas niet. Trouwens, de deuren gaan dicht. Even tappen. Want dat zijn ook weer geel van. En dan kunnen we gaan vertrekken. Zo. En dan zal ons volgende station zal zijn Den Dolder. Maar nee, ik heb het scenario niet zelf gemaakt, omdat... hij was volgens mij van Tigro of een van die twee. Die had zo'n heel scenario pack geüpload. Dus ja, daar gaan alle credits naartoe in ieder geval. Ruben de Vries, wanneer de volgende livestream is. Ik moet alle software weer opnieuw installeren. Omdat mijn hele Windows installatie heb ik er opnieuw opgezet. Dus ik moet nu alle software moet ik opnieuw installeren. Dus dat is wel een klein beetje, ja, knudden. Om heel eerlijk te zijn. Even kijken, zijn er nog seintjes in de weg? Volgens mij niet. Behalve dan een sein dat op geel staat. Kun je op 11 juni rijden met zo'n trein die is gekaapt in 1977? Welke trein is gekaapt dan in 1977? Ik bedoel... Ik heb echt geen idee hoor. Ik weet het echt niet. Ja, ik hoor je wel, maar ik zie alleen geen seinen. Nou, in ieder geval een klein beetje rustig afremmen. En dat sein staat toch niet officieel op rood, dus die gaan we lekker toch voorbij. Eens eventjes kijken. Julian Fletter vindt het een leuke episode. Nou, dat vind ik... Dat vind ik ook leuk dat jij het leuk vond. Dus dat is op zich wel mooi. Volgende scène staat gelukkig ook wel op groen. Ik kan net helaas niet stoppen met een bordje van 4. Nou ja. Dit station is in ieder geval Den Dolder. En we doen even de deuren weer open voor de passagiers. Even kijken, de Sparta King NL. Hoe kun je zo'n wereld maken als degene, als diegene heer Hugo Waard den Helder? Ja, ik weet niet hoe je er een complete baan in elkaar zet. Ik weet alleen hoe je scenario's maakt. Ruben de Vries vindt het een vette episode. Nou, dankjewel. Eens eventjes kijken. Piet H. vraagt of ik een keer naar Arnhem wil rijden met een firm. Dat kan ik misschien wel een keertje doen inderdaad. Kan je een MDDM rijden? Ja, dat kan ook. Vraagt trouwens Eddie Hoen. Timo Games, er was een aanrijding met persoon. Je mag niet verder dan Beeldhoven. Ja, dat weet ik. Maar ik vind het alsnog heel vreemd dat dan alsnog die Noordrem erop was geflikkerd eigenlijk. Bas Schoormans die vraagt leuke, of die zegt leuke video. Zou je een keer van Den Haag naar Roosendaal willen rijden met een MDDM? Of met de firm naar Tilburg van Maastricht? Ik weet dat Roosendaal
Bestaat op een gegeven moment wel, want de maker van de Zeelandse, of de Zeeuwse lijn volgens mij, daar kun je volgens mij wel naar Roosendaal heen, maar Den Haag en Maastricht die zijn er volgens mij nog niet. En met de route Utrecht-Tilburg heb ik ook momenteel problemen. Even kijken, mocht ze meteen vertrekken. Die helikopter blijft wel heel lang boven ons hoofd chopperen trouwens. Rick Games, die zegt, Bjorn, als je eerst een geel sein hebt en dan een groen, dan zegt hij dat je gewoon 40 km/u moet en niet 100. Want als die dan oranje is, moet je eigenlijk bellen met de verkeersleider. Oh, ja, zo ben ik niet van, zoveel weet ik ook niet van de regeltjes hoor. Even kijken, sein knippert. Oh, 60. Ai. Zo. Oh, we moeten deze kant op. Oké. Heel goed. Wat volgens ons namelijk Soest. Soest. Nou ja, gas geven. Jesse Dirk Zwager. Ik ben enorm fan van je filmpjes, maar doet de laatste tijd erg vaak de route Amersfoort-Utrecht centraal en bijna nooit meer Emmen, Zwolle, Renen, Utrecht of Utrecht-Arnhem. Dan zou je wat meer afwisseling kunnen doen bij je routes. Dit is niet als kritiek. Nee, je hebt gelijk. Daarom dat ik ook nou deze sprinterij naar Baarn. En dan de volgende keer ga ik naar Renen-Breukelen rijden. Wat trouwens ook Piet Haag van mij vraagt. Of ik de volgende keer naar Renen-Breukelen wil rijden. Dus de volgende keer ga ik dat doen. Chris Kerk die vraagt waar ik treinen koop. Die koop ik dus bij Chris Trains. Kun je een keer van Roermond naar Nijmegen rijden? Dat stukje bestaat niet. Dus helaas, dat gaat hem niet worden. Wil je een keer naar Hoofddorp rijden? Dat stukje bestaat namelijk ook nog niet. Dat komt wel, dat weet ik namelijk. Kun je een keertje in de oude sprinter van Den Haag naar Breda rijden? Vraagt Sven Verharen. Ja, alleen dat kan ik pas doen als die routes allemaal bestaan. En dat waren de comments in ieder geval tot zover wel. Dan moeten we zometeen eventjes oppassen dat we dus straks moeten afremmen. Even kijken, wat voor zijn is dat nou weer? Oh! Oké, ik weet niet wat dat zijn wil. Ik heb geen idee. Oh, ik zie dat we hier moeten afremmen. Ja, hier komt botje pas. Sorry jongens. Ah, misschien dat ik 40 dan net wel red. Nou, dat is prima gegaan toch? Netjes 40. En dan is ons volgende station is dan Soest Zuid. Ja, Soest Zuid. En dan zullen we de passagiers hier eventjes weer in laten stappen natuurlijk. Ben ik hier op tijd? Nou, ik ben hier prima op tijd vind ik. Dus even kijken hoor, naar het volgende sein. Wat geeft die aan? Ik zie namelijk geen volgende sein. Die staat op... Ja, dat dacht ik wel. Kom hier nog iemand ons tegemoet of zo? Even kijken of het pad veilig is. Jawel. Oké. Heel mooi. Dan gaan we dan zo meteen even afwachten dat we verder mogen rijden. Ja, Baarn is ons laatste station in ieder geval.
Bij Soest staan we een paar minuutjes stil, omdat de sprinter naar Utrecht moet passeren. Oké, geen probleem. Alleen wel jammer dat die snelheden hier, die zijn natuurlijk wel heel erg traag. Het is eigenlijk niks anders dan je trein maar een klein beetje uit laten lopen. Gek veel andere dingen kun je niet doen hier. Wel jammer dat er, hoe zeg ik dat, dat de SLT geen koerscontrole heeft. Had ik wel graag willen zien. Oh. Kijk, en dan staat hij netjes op rood. En daar hoort ik op rood te staan. Nou, in ieder geval in Soest moeten we hoe dan ook een paar minuutjes wachten. Yo. Zeker wel 5 minuten moeten we wachten. Wat ik overigens wel vreemd vind, is dat dan dat sein daar in de verte gewoon op groen staat. Ah! Potjan 3 dubbeltjes, hij heeft de dinges niet gepakt. Er loopt hier geen lijntje. Nou ja, wat ik dan zometeen moet doen, dat betekent dat ik iets verder moet rijden. En dan hopen dat hij hem wel pakt, want schijnbaar pakt hij hem dus niet als je hier op het perron staat. Gaan de deuren weer dicht. Rijden even een stukje verder dan. Dat betekent natuurlijk niet dat we verder gaan naar het volgende station, maar de deuren gaan hier niet open, dus ik denk dat ik ietsje moet doorrijden hier. Zo. Even kijken of hij nou pakt. Hij pakt hem nog steeds niet, wat is dit? Nou ja, zeg. Vanwege een defecte trein rijdt de sprinter van naar baan. Een rood sein staan dat nog een defecte trein bij het spoor staat. Houdt hier rekening mee. Oké. Okay. Oh, en nou gaat hij lopen. En nou mag... Huh? Oh. Ik dacht dat ik pas om 30 mocht vertrekken. Of ben ik nog helemaal lijp? Wacht even hoor, ik ga dit even in de gaten houden. Oh. Oké, nou. We zijn denk ik weer nog meer op tijd en... Hier zijn we pas officieel eigenlijk... 30 mogen vertrekken. Nou ja, misschien dat we dan maar gewoon moeten gaan vertrekken of zo. Ik bedoel, ik kan hier wel blijven staan. Laten we 28 dan maar vertrekken. Ik bedoel, er is verder geen tegenverkeer, dus nou ja. Laten we dan maar gewoon iets rustiger optrekken. Dan weten we in ieder geval zeker dat we op tijd in Soestdijk zijn. Laten we dat zo stellen. Het
is nou ook niet dat we met de allerhoogste snelheid langs deze lijn mogen rijden, helaas. Een beetje gas bijgeven. Zo, machines niet helemaal gek worden van zo'n trage snelheid. Ik bedoel, het is ja niet een. Een snelheid waar je vrolijk van wordt. Nou ja, laten we in ieder geval maar hier stoppen dan. En dan maar gewoon aan het einde. Dan hoop ik niet dat ik weer van die rare problemen krijg. Mogen de auto's daar lekker wachten? Het is helemaal niks. Nou, hij pakt hem nu wel meteen. Eens even kijken of we helemaal naar Baarn kunnen vliegen. Even kijken, waar is Baarn? Oh, nee, we kunnen er niet naartoe. Jammer hoor. Nou, eens even kijken wat hebben we allemaal eigenlijk in de buurt. Dikke watering, zuiveringsding. Oh, waar ging die ballon heen? Oh, daar is hij. Oké, de ballon is terug. En voor mij lijkt dat wel een beetje op een boerderij. Hey, wat is dit hier? Dit is een stukje dubbel spoor. Volgens mij stonden wij daar toch ergens? Ja, daar staan wij. Dan hebben we daar dus. Oh, wat gaat dan die kant op? Eens even kijken. Wij zijn dus hier. En daar staat Instinct de Amers voor. Dit is Baarn. Waar gaat dat stuk naartoe dan? Dat gaat naar. Oh, dat gaat vervolgens weer terug naar Amersfoort. Oké. Nee, wij rijden dus dit stuk hier. Ja, dat is vrij duidelijk, lijkt me. Dus even kijken. Auto's. Duik naar de grond in? Nee, dat denk ik niet. Hey, waar zijn al die auto's gebleven? Allemaal weg. Fuji! Nou, dan mogen we zo meteen in ieder geval vertrekken. Nou, ik vind dat we nu al mogen vertrekken. Schiet op. Oh. Nou, daar is de waarschuwing. Oké, lol. Nou, daar gaan we dan. Op naar ons eindstation. We mogen nu zelfs nog wat harder rijden.
Oké, wat nou weer? En we rijden al zo rustig. Oh ja, daar is ons voor gewaarschuwd, hè? Omdat het. Wat ook weer? Oh ja, er stond een kapot trein stond er in Baarn. Ja, dat is echt wel hard. Volgens mij staan al die seinen gewoon op geel of zo. Ja, zie je wel. Ja, dan had ik toch wel goed dat ik 40 moest rijden. Haha! En dan zal waarschijnlijk het volgende zijn, hadden ze gezegd, zo op rood staan, omdat er een defect treinstel staat. Ja! Mag ik niet tappen? Nope. Die mag ik niet tappen. Ja, is geweigerd. Dus we moeten stoppen voor het rode sein. Vraag ik me wel af hoe lang we dan moeten wachten. Eens even kijken. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Maar, wil er langs, yo. Oh, heeft de Intercity. Daar zullen wij toch geen last van moeten hebben, van die Intercity? Of misschien wel omdat we naar het andere perron heen moeten, denk ik. Hallo, collega. Misschien moeten we dan naar baan perron 4 of 3 heen, of naar een andere, weet ik veel. Ja, het enige wat we kunnen doen is wachten. En wachten. We moeten wel naar perron 4 heen. Ja. Wanneer mogen we er dan langs heen eigenlijk?
Kijk, ik weet dat er nu een defecte trein staat. Heel vervelend allemaal. Maar, ik wil het nu toch echt wel langs. Ik bedoel, het sein mag nu best wel van kleur veranderen. Het duurt me al een klein beetje lang. Ja, dames en heren, daar ben ik weer. Je kon misschien ook niet zien dat ik de video heel even heb stopgezet. Maar ik heb het voor de zekerheid even gedaan, want het schijnt gewoon dat we hier gewoon door mogen rijden. Dus ja, ik heb het net even geprobeerd. Het mocht. Dus, de video duidde ook van... er staat een defecte trein, daarom staat hij op rood. Hou hier rekening mee, het maakt verder niet uit. Nou ja, het maakt verder niet uit, stond er niet, maar we mogen dus wel doorrijden. Anders blijf je hier eindeloos lang staan en dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Dus we zijn nu alsnog gearriveerd bij het eindstation. En dan wil ik jullie allemaal nogmaals hartelijk bedanken voor het kijken. En hoop ik dat jullie mijn video leuk hebben gevonden. Zowel geef even een duimpje omhoog en heb je commentaar. Plaats het gerust in de commentaarsectie beneden. Jullie weten waarom ik door rood heen reed, hè? Dat moest. Anders zou je het scenario niet uit kunnen spelen. In ieder geval, bedankt voor het kijken iedereen. Tot de volgende keer. Tot ziens. Daag. Ja, ik wacht tot de deuren volledig dicht zijn. En groen. Dames en heren, een hele goede morgen. Dit is uw conducteur Bjorn en welkom in deze stoptrein richting Baarn. Wij zullen ondertussen stoppen in Bilthoven, Den Dolder, Soest-Zuid, Soest en Soestdijk en als eindstation Baarn. Het NS-personeel wenst u een fijne rit toe. En ja, normaal gesproken zouden we dus eigenlijk richten als je naar Hilversum zou gaan, zou je daar de afslag moeten nemen, maar ja, die hebben wij dus deze keer niet. Leuke kruising trouwens dit. Ik vind het wel een beetje een hele vreemde kruising, want dan kun je gewoon treinen elkaar tegemoet komen lijkt me. Ik weet nog niet precies hoe dat gaat. We kunnen nog even rustig in de passagiers aan zich kijken. Een mooie heuvel omhoog daar. Daar gaat de Intercity volgens mij overheen. Die gaat over de brug heen en dan komt die uiteindelijk op hetzelfde spoor uit. En dan zal ik straks het commentaar van de episode met de DDZ er ook nog eventjes bij pakken voor jullie. En dan kunnen we zometeen onze snelheid verhogen naar 140 km per uur. Zo. Gassen.
voor de mensen die straks al commentaar gaan leveren op het feit dat op deze route van die bugseinen zitten, die op rood staan. En die dan volgens aangeven dat het sein op oranje staat en je moet 40 rijden. Of dat het sein op geel staat en je 40 moet rijden. Daar heb ik nou even echt de lak aan. Want die seinen staan hier allemaal zeer onterecht op oranje of wat dan ook. En ik heb geen zin om die tijden te verknaken door ervoor te zorgen dat, ja, je weet wel. Dus om het tijdschema aan te houden ga ik ervoor zorgen dat we in ieder geval gewoon door blijven rijden. Want zoals je ziet, dat seinen daar in de verte staat op rood. En die zal ook op rood blijven staan, tenzij ik op tap druk. Dus ik moet het maar even negeren voor nu. We hebben nou 4 bakken, dus ik ga even bij de 4 stoppen. Of rond de 4 stoppen, laten we het zo zeggen. En dan openen we even onze deuren natuurlijk weer voor de passagiers. Dat is een goede tijd in ieder geval. Ik zal ondertussen ook even de comments van de episode met de DDZ erbij pakken. Dat is op zich wel een goed idee om nou even te doen. Als we nou toch stilstaan. Even kijken, uploads. Episode met DDZ. Even zorgen dat het geluid uitstaat. Eens eventjes kijken wat we allemaal hebben. Martijn van Gerben, heb je dit scenario ook zelf gemaakt? Dat zag er heel mooi origineel uit. Nee, helaas niet. Trouwens, de deuren gaan dicht. Even tappen. Want het zijn ook weer geel van. En dan kunnen we gaan vertrekken. Zo. En dan zal ons volgende station zal zijn Den Dolder. Maar nee, ik heb het scenario niet zelf gemaakt, omdat... hij was volgens mij van Tigro of Tigro of een van die twee. Die had zo'n heel scenario pack geüpload. Dus daar gaan alle credits naartoe in ieder geval. Ruben de Vries, wanneer de volgende livestream is. Ik moet alle software weer opnieuw installeren. Omdat mijn hele Windows installatie heb ik er opnieuw opgezet. Dus ik moet nu alle software moet ik opnieuw installeren. Dus dat is wel een klein beetje knudden. Om heel eerlijk te zijn. Even kijken, zijn er nog seintjes in de weg? Volgens mij niet. Behalve dan een sein dat op geel staat. Kun je op 11 juni rijden met zo'n trein die is gekaapt in 1977? Welke trein is gekaapt dan in 1977? Ik bedoel... Ik heb echt geen idee hoor. Ik weet het echt niet. Tuurlijk. Ben ik hier op tijd? Nou, ik ben hier prima op tijd, vind ik. Dus even kijken hoor, naar het volgende sein. Wat geeft die aan? Ik zie namelijk geen volgende sein. Die staat op... Ja, dat dacht ik wel. Kom hier nog iemand ons tegemoet of zo? Even kijken of het pad veilig is. Jawel. Oké. Heel mooi, dan gaan we dan zo meteen even afwachten dat we verder mogen rijden. Ja, Baan is ons laatste station in ieder geval. Bij Soest staan we een paar minuutjes stil, omdat de sprinter naar Utrecht moet passeren. Oké, geen probleem. Alleen wel jammer dat die snelheden hier, die zijn natuurlijk wel heel erg traag.
Het is eigenlijk niks anders dan je trein maar een klein beetje uit laten lopen. Gek veel andere dingen kun je niet doen hier. Wel jammer dat er, hoe zeg ik dat, dat de SLT geen koerscontrole heeft. Had ik wel graag willen zien. Oh. Kijk, en dan staat hij netjes op rood. En dan hoort ik op rood te staan. Nou, in ieder geval, in Soest moeten we hoe dan ook een paar minuutjes wachten. Yo. Zeker wel 5 minuten moeten we wachten. Wat ik overigens wel vreemd vind, is dat dan dat sein daar in de verte gewoon op groen staat. Ah! Potjan 3 dubbeltjes, hij heeft de dinges niet gepakt. Er loopt hier geen lijntje. Nou ja, wat ik dan zometeen moet doen, dat betekent dat ik iets verder moet rijden. En dan hopen dat hij hem wel pakt, want schijnbaar... pakt hij hem dus niet als je hier op het perron staat. We gaan de deur weer dicht. We rijden even een stukje verder dan. Dat betekent natuurlijk niet dat we verder gaan naar het volgende station, maar... de deuren gaan hier niet open, dus ik denk dat ik ietsje moet doorrijden hier. Zo. Even kijken of hij nou pakt. Hij pakt hem nog steeds niet. Wat is dit? Nou ja, zeg. Vanwege een defecte trein rijdt de sprinter van naar de baan. Een rood sein staan dat nog een defecte trein bij het spoor staat. Houdt hier rekening mee. Oké. Okay. Oh, en nou gaat hij lopen. En nou mag ik... Huh? Oh. Ik dacht dat ik pas om 30 mocht vertrekken. Of ben ik nog helemaal lijp? Wacht even hoor, ik ga dit even in de gaten houden. Oh. Oké, nou... We zijn denk ik weer nog meer op tijd en... Hier zijn we pas officieel eigenlijk... 30 mogen vertrekken. Nou ja, misschien dat we dan maar gewoon moeten gaan vertrekken of zo. Ik bedoel, ik kan hier wel blijven staan. Laten we 28 dan maar vertrekken. Ik bedoel, er is verder geen tegenverkeer, dus nou ja. Laten we dan maar gewoon iets rustiger optrekken. Dan weten we in ieder geval zeker dat we op tijd in Soestdijk zijn. Laten we dat zo stellen. Het is nou ook niet dat we met de allerhoogste snelheid langs deze lijn mogen rijden, helaas. Een beetje gas bijgeven.
En zo mag je dus niet helemaal gek worden van zo'n trage snelheid. Ik bedoel, het is ja niet een snelheid waar je vrolijk van wordt. Nou ja, laten we in ieder geval maar hier stoppen dan. En dan maar gewoon aan het einde. Dan hoop ik niet dat ik weer van die rare problemen krijg. Mogen de auto's daar lekker wachten? Interesseert me niks. Nou, hij pakt hem nu wel meteen. Eens even kijken als we helemaal naar baan heen kunnen vliegen. Even kijken, waar is baan? Oh, nee, we kunnen er niet naartoe. Jammer hoor. Nou, eens even kijken wat hebben we allemaal eigenlijk in de buurt. Dikke watering, zuiveringsding. Oh, waar ging die ballon heen? Oh, daar is hij. Oké, de ballon is terug. En voor mij lijkt dat wel een beetje op een boerderij. Hé, wat is dit hier? Dit is een stukje dubbel spoor. Volgens mij stonden wij daar toch ergens? Ja, daar staan wij. Dan hebben we daar dus... Oh, wat gaat dan die kant op? Eens even kijken. Wij zijn dus hier. En daar staat Instinct Amersfoort. Dit is Baarn. Waar gaat dat stuk naartoe dan? Dat gaat naar... Oh, dat gaat vervolgens weer terug naar Amersfoort. Oké. Nee, wij rijden dus dit stuk hier. Ja, dat is vrij duidelijk lijkt me. Dus even kijken. Auto's. Duik naar de grond in? Nee, dat denk ik niet. Hey, waar zijn al die auto's gebleven? Allemaal weg. Fuji! Nou, dan mogen we zometeen in ieder geval vertrekken. Nou, ik vind dat we nu al mogen vertrekken. Schiet op. Oh. Oh, daar is de waarschuwing. Oké, lol. Nou, daar gaan we dan. Op naar ons eindstation. We mogen nu zelf nog wat harder rijden. Oké, wat nou weer? En we rijden al zo rustig. Oh ja, daar hadden ze ons voor gewaarschuwd, hè? Omdat het. Wat ook weer. Oh ja, er stond een kapot trein in Baarn. Ja, dat is echt wel hard.
Volgens mij staan al die seinen gewoon op... op geel of zo. Ja, zie je wel. Ja, eigenlijk toch wel goed dat ik 40 moet. Ja, ik hoor je wel, maar ik zie alleen geen seinen. Nou, in ieder geval een klein beetje rustig afremmen. En dat sein staat toch niet officieel op rood, dus die gaan we lekker toch voorbij. Eens eventjes kijken. Julian Fletcher vindt het een leuke episode. Nou, dat vind ik ook leuk dat jij het leuk vond. Dus dat is op zich wel mooi. Volgende scène staat gelukkig ook wel op groen. Ik kan net helaas niet stoppen met een bordje van 4. Nou ja. Dit station is in ieder geval Den Dolder. En we doen even de deuren weer open voor de passagiers. Even kijken, de Sparta King NL. Hoe kun je zo'n wereld maken als degene, als diegene heer Hugo Waard den Helder? Ja, ik weet niet hoe je er een complete baan in elkaar zet. Ik weet alleen hoe je scenario's maakt. Ruben de Vries vindt het een vette episode. Nou, dankjewel. Eens eventjes kijken. Piet Haar vraagt of ik naar Arnhem wil rijden met een firm. Dat kan ik misschien wel een keertje doen inderdaad. Kan je een MDDM rijden? Ja, dat kan ook. Vraagt trouwens Eddie Hoen. Timo Games, er was een aanrijding met persoon. Je mag niet verder dan Beeldhoven. Ja, dat weet ik. Maar ik vind het alsnog heel vreemd dat dan... alsnog die noordrem erop was geflikkerd eigenlijk. Bas Schoormans die vraagt leuke, of die zegt leuke video. Zou je een keer van Den Haag naar Roosendaal willen rijden met een MDDM? Of met de firm naar Tilburg van Maastricht? Ik weet dat Roosendaal bestaat op een gegeven moment wel. Want de maker van de Zeelandse... of de Zeeuwse lijn volgens mij. Daar kun je volgens mij wel naar Roosendaal heen. Maar Den Haag en Maastricht die zijn er volgens mij nog niet. En met de route Utrecht-Tilburg heb ik ook momenteel problemen. Even kijken. Volgens mij moet even vertrekken. Die helikopter blijft wel heel lang boven ons hoofd chopperen trouwens. Rick Games... die zegt, Bjorn, als je eerst een geel sein hebt en dan een groen, dan zegt hij dat je gewoon 40 km per uur moet en niet 100. Want als die dan oranje is, moet je eigenlijk bellen met de verkeersleider. Oh, ja, zo ben ik niet van. Zoveel weet ik ook niet van de regeltjes hoor. Even kijken, sein knippert. Oh, 60. Ai, 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 ai. Zo. Oh, we moeten deze kant op. Oké. Heel goed. Want het volgende station is namelijk Soest. Soest. Nou ja, gas geven. Jesse Dirk Zwager. Ik ben enorm fan van je filmpjes, maar doet helaas het erg vaak de route Amersfoort-Utrecht centraal en bijna nooit meer Emmen, Zwolle, Renen, Utrecht of Utrecht-Arnhem. Dan zou je wat meer afwisseling kunnen doen bij je routes. Dit is niet als kritiek. Nee, je hebt gelijk. Daarom dat ik ook nou deze sprintterrein naar Baren. En dan de volgende keer ga ik naar Renen-Breukelen rijden. Wat trouwens ook Piet Haag van mij vraagt. Of ik de volgende keer naar
Reden de Breukelen wil rijden. Dus ga ik dus de volgende keer ga ik dat doen. Chris Kerk die vraagt waar ik treinen koop. Die koop ik dus bij Chris Trains. Kun je een keer van Roermond naar Nijmegen rijden? Dat stukje bestaat niet. Dus helaas, dat gaat hem niet worden. Wil je een keer naar Hoofddorp rijden? Dat stukje bestaat namelijk ook nog niet. Dat komt wel, dat weet ik namelijk. Kun je een keertje in de oude sprinter van Den Haag naar Breda rijden? Vraagt Sven Verharen. Ja, alleen dat kan ik pas doen als die routes allemaal bestaan. En dat waren de comments in ieder geval tot zover wel. Dan moeten we zometeen eventjes oppassen dat we dus straks moeten afremmen. Even kijken, wat voor zijn is dat nou weer? Oh! Oké. Okay. Ik weet niet wat dat zijn wil. Ik heb geen idee. Oh, ik zie dat we hier moeten afremmen. Ja, hier komt Botje pas. Sorry jongens. Ah, misschien dat ik 40 dan net wel red. Nou, dat is prima gegaan toch? Netjes 40. En dan is ons volgende station is dan Soest-Zuid. Ja, Soest-Zuid. En dan zullen we de passagiers hier eventjes weer in laten stappen natuurlijk. Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2014, met Bliefjes natuurlijk. En vandaag rijden we in een SLT Sprinter naar Baren. Op de Midden-Nederland route. En laten we beginnen door de passagiers in te laten stappen. En even kijken of we meteen de koersborden goed kunnen zetten op Baren. Even kijken. Baren. Uppakee. Daar gaan we namelijk naartoe. Even de frontzijne aan. Richting schakelaar gaat naar voren heen. Instrumentenlichtjes. Oh, dat zijn dus... instrumentenlichtjes. Ah, deze zijn het. Dit is de cabine. Oeh, het is wel donker zo. Even kijken. Cabine. Nou, die is niet nodig op zich. Oké, dan kunnen we hier eventjes wachten. We stoppen ondertussen in Utrecht, Overvecht, Bilthoven, Den Dolder, Soest-Zuid, Soest-Soestdijk en vervolgens Baren. En we zullen zometeen mogen vertrekken om 9:05. Daar gaan de deuren. Zo. En dan kunnen we nu vertrekken naar onze eerste stop. Dat zal zijn Utrecht-Overvecht. Wel een beetje rustig aan doen natuurlijk met de... met de snelheid. Waarschijnlijk zometeen nog even een wisseltje over, want we zitten natuurlijk nu wel op het verkeerde spoor. En daar komen twee Intercities elkaar ook nog tegemoet. En dan mogen wij zometeen optrekken naar 80 km per uur. Zo. Welke Intercity is het eigenlijk geweest die we daar zien?
Dat is de Intercity naar Amersfoort. Oké, dat kan. We mogen zometeen ook al optrekken richting de 100. Redden we dat nog? Ja, dat redden we nog. Dus we mogen gewoon gas blijven geven. En als jezus, komt ook al zijn DDZ ons tegemoet. Jongen, jongen, wat een feest zeg. En dan kunnen we natuurlijk weer mooi genieten van deze sprinter die gemaakt is door Chris Trains natuurlijk. Die momenteel ook bezig is met de versie van de Arriva, dacht ik. En ons volgende station zal dan zijn station Utrecht-Overvecht. En het volgende station is station Utrecht-Overvecht. Dan zijn we op tijd. Wow, we zijn zat op tijd eigenlijk. Zo openen we de deuren even in ieder geval. De passagiers kunnen hier in en uitstappen. Oh, heb ik het nou op Breda gezet? Of stom zeg. Waar. Zo. Haha, dat zag ik nog even net op tijd. En ja, elke keer als we de route van... Welke route was dat ook alweer? Oh ja. Van het Gooi Centraal reden. Gingen we altijd hier naartoe. Weet je nog? Dat was deze... Ging je deze kant op richting Hollandse Rading volgens mij? Oh, de bolgen staan er al wel eigenlijk. Dat valt me wel op. Waar zullen we eigenlijk helemaal heen gaan? Nou, nog momenteel geen eindbestemming, maar wat er nog niet is, kan altijd komen natuurlijk. Dus aan de front zijn er wel aan eigenlijk. Even goed kijken. Ja, die staan zeker wel aan. Zeker wel. Het is wel een beetje donker buiten. Even kijken. Hierna zullen wij dus nog stoppen in Bilthoven, Den Dolder, Soest-Zuid, Soest en Soestdijk. We kunnen in ieder geval zometeen vertrekken als het goed is. We zullen zometeen het vertreksignaal te horen krijgen.